We hebben weer een Mini Cooper S hybride op voorraad. En de hybride is een supersnelle, want hij heeft 224 pk. En je kunt dus elektrisch, gecombineerd of op benzine rijden. En ja, hij heeft ook nog eens super veel opties. Dus kom maar even mee, dan laat ik hem jullie zien. Hier kan je dus de hybride opladen. Kan hij in het stopcontact. En als hij dus helemaal opgeladen is, dan kun je er 40 kilometer mee rijden. Dus ik raad eigenlijk aan om altijd gecombineerd te rijden, want dan rij je gewoon zuinig en dan kun je er wat langer mee doen. Of je moet altijd maar korte stukjes rijden, dan kan het wel. Hij heeft ook keyless entry. Een mooie lakafwerking van de binnenkant, leren stoelen, een XL navigatiescherm. Multifunctioneel stuur, automatische transmissie en een elektrisch panoramadak, ook echt een grote pre. Ik ga er even in zetten, dan ga ik hem even voor jullie starten. Want wat het leuke is aan een hybride, je hoort hem dus niet. Ja, nu is hij dus gestart. Dus dat is echt een hybride. En hij heeft ook een head-up display. Super handig onder het rijden. Daar zie je dus op hoe hard dat je rijdt. Dat is super fijn in je gezichtsveld. En je ziet daar dus ook de navigatieinstructies. Of je kunt zelf aangeven wat je graag op die head-up display wil zien. Dus ook een super fijne optie. Ik zal het panoramadak. Oh, die is al open. Dan doe ik hem even dicht. Die kan gewoon elektrisch open en dicht. En hij heeft ook een kiepstand. Als je één keer duwt, dan gaat hij op kiep. Dus ja, voor dagen zoals deze is het wel echt super fijn. Dan heb je toch een beetje een cabrio gevoel. En toch de ruimte van een countryman. Hij heeft ook voorparkeersensoren. Dat wil dus ook zeggen dat hij ook automatisch kan inparkeren. Hier zo. En hij heeft ook een botswaarschuwing en een remingreep zit erop. En hier in het kastje, ook nog even leuk om te laten zien, kun je dus je telefoon inleggen en dan wordt hij gewoon opgeladen. Dus ja, ik zei dat hij luxe was, hè? Ik laat jullie ook nog even de ruime achterbank zien. Want de countryman staat natuurlijk bekend om de ruimte. En de kofferruimte. Die gaat ook automatisch open en dicht. Dus hier met één knop gaat hij ook weer dicht. Dus hij is van 2017, heeft 41.500 kilometer op de teller. En financieren is ook mogelijk. Hij kost 34.500. En het is ook mogelijk om online te kopen. Dus woon je nu niet in de buurt van Maastricht, stuur ons even een appje. Ik zal hier onder dit bericht even ons WhatsApp-nummer schrijven. En als je dan vragen hebt, dan kunnen we daar snel op reageren. Want als je hem online koopt, dan wordt hij gratis aan huis bezorgd. Dus als er vragen zijn, stel ze gerust.